Goedenavond in Christus beminden. Laat mij u allereerst een zalige hoogdag van Sacramentsdag toewensen. Het past vandaag daarom ook verder te gaan met onze bespreking over de Romeinse misritus. Vandaag willen wij een blik werpen op de slot van de kanon, maar ook reeds op de voorbereidingen van het communiegedeelte. Starten wij met een gebed tot het Allerheiligste. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schuld, zoals ook wij anderen hun schuld vergeven. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Amen. Heilige Paus Pius de Vijfde, bid voor ons. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. In Christus beminden, de Romeinse kanon sluit af met het gebed per quem hec omnia. De kanon krijgt met dit gebed een waardig en een inhoudsvol sluitstuk. Er worden namelijk twee gedachten naar voren gebracht en zodoende met deze gedachten nog eens op de hele betekenis en op de werkzaamheid van de heilige mis gewezen. Jezus daalt namelijk op het altaar neer om door zijn tegenwoordig gesteld kruisoffer ons met de eeuwige majesteit van God te verzoenen. Hij biedt zichzelf aan zijn Vader aan, omwille van ons, die wegens onze talrijke, beledigende zonden en misdaden van God gescheiden zijn. Anderzijds komt hij ook op het altaar tegenwoordig om als middelaar Gods de goedwillige zielen met genade te beschenken en hen zo in staat te stellen met hem ten hemel op te stijgen. De mis bezit dus een neerdalende als een opstijgende beweging. Blikken wij verder op dit gebed. Neemt u uw missaal ter hand. Om de woorden deze goederen te heiligen, te beleven, te zegenen en te schenken, beter te verstaan, moeten wij terugblikken naar enige lessen terug. We herinneren ons hoe er in de oude kerk het gebruik bestond dat de gelovigen bij het offertorium allerlei goederen naar voren brachten. Bijvoorbeeld brood, wijn, olie, wol, was, meel en bloemen. Van al deze gaven werd enkel het benodigde brood en de gewenste maat aan wijn voor het misoffer gebruikt en naar het hoofdaltaar gebracht. De andere gaven bleven op het zijaltaar terug. Doch ook deze gaven zouden niet zonder zegening blijven. Hun zegening geschiedt op dit moment van de heilige mis, op het einde van de kanon. Een overblijfsel, een relikt van dit gebruik, vinden wij nog steeds terug op Witte Donderdag, waar de bisschop de heilige mis quasi stillegt om de drie heilige oliën te zegenen. De oliën die wij nodig hebben voor het heilig doopsel, het heilig vormsel, de priesterwijding en de ziekenolie. In het gebed wordt ook nog aangeduid dat de verheerlijking Gods door Christus geschiedt, omdat onze gebeden eigenlijk uit een verdord, moe hart van de oude Adam voortkomen. Wij offeren onze gebeden dus op door Christus persoon, om onze gebeden die gebrekkig zijn, ze met hem te vervolmaken. Wij doen dit echter niet zomaar werkeloos, maar wij doen dat, zoals gezegd, met hem. Wij arbeiden met hem aan het rijk der hemelen, op aarde. En vervolgens, omdat wij met hem arbeiden,
zullen wij ook in hem lijden. Onze dagen zijn namelijk vervuld met zware kruisen, bittere verstervingen en hard lijden. We willen dit alles verborgen in Christus, aan God de Vader opdragen tot zijn eer en tot zaligheid van onze zielen. Werpen wij een blik op de begeleidende bewegingen die de priester maakt bij dit gebed. Er worden enerzijds kruistekens met de hostie in de hand boven de kelk gemaakt en anderzijds ook tussen de kelk en de priester. Zij tonen allen aan dat de verheerlijking Gods enkel door het kruisoffer kan geschieden. De drie kruistekens boven de kelk tonen de eenheid van Christus lichaam, Christus bloed en Christus ziel tegenwoordig op het offer van het altaar. Maar men kan er ook de eenheid en de aanwezigheid van de drie goddelijke personen tijdens de Heilige Mis in beschouwen. De twee kruisjes tussen de priester en de kelk duiden daarop namelijk dat Christus tegenwoordig is in de kelk, maar dat de twee andere personen verscheiden zijn van Christus. Bovendien dient eigenlijk het laatste kruisje van de vijf kruisen iets lager gemaakt te worden om aan te duiden dat de Heilige Geest voortkomt uit de twee andere personen. De vijf kruisjes kan men overigens algemeen ook beschouwen als een teken voor de vijf wonden van Jezus aan het kruis. De kleine omhoogheffing of de kleine elevatie die op deze ceremonie volgt, is 500 jaar ouder dan de grote elevatie van de consecratie. De elevatie van de consecratie geschiedde pas in de 12e eeuw. In de 7e eeuw toonde de priester met de kleine elevatie pas eerst op het einde van de kanon en niet reeds midden in de kanon de geconsecreerde gestalten aan het gelovige volk. De liturgisten menen in het neerstellen van de kelk na de elevatie op het corporale een symbool te zien voor de kruisafname van Jezus op Calvarieberg. In de bedekking van de kelk met de palla kan men het inwikkelen van het gedode lichaam van Jezus beschouwen, zoals Jozef van Arimathea en Nicodemus dat ook deden op de Calvarieberg. Met de woorden per omnia saecula saeculorum breekt de priester de stilte van de kanon. En het volk antwoordt met een luid amen om het einde van de kanon en de instemming met het kanongebed van de priester uit te drukken. Interessant is dat dit amen bij de pauselijke missen niet voorkomt, ja zelfs enige tijd verboden was. De reden ligt daarin, zo zeggen de kroniekverhalen, dat ten tijde van paus Gregorius eens de engelen zelf het amen hadden geantwoord op de pauselijke kanon. Werpen wij nu reeds een blik op het communiegedeelte van de Heilige Mis. De vrucht die wij persoonlijk van de Heilige Mis zullen meedragen in de Heilige Communie hangt af van ons persoonlijk geloof, ons vertrouwen, ons verlangen en onze liefde. Om deze beste zielsgesteltenissen in ons te verkrijgen, laat de kerk de gelovigen voor de ontvangenis van de communie eerst nog enkele gebeden verrichten. Het eerste gebed is het Pater Noster, het Onze Vader. Dit gebed vinden wij tegenwoordig in alle misliturgieën van Oost en West. Sommigen zeggen dat het ingevoerd is door de heilige Petrus zelf. Het Paternoster is door onze zaligmaker geleerd en past goed bij het begin van het communiegedeelte van de mis.
Wij vragen namelijk in het Onze Vader om ons dagelijks brood, wat niets anders is dan de Heilige Communie. We vragen God het als Onze Vader te geven aan ons, zijn kinderen, om zo na de offerende consecratie in zijn goedheid nu met hem weer verzoend en verenigd te worden. We hebben dat brood nodig om terug te kunnen keren naar ons vaderhuis. De priester dient tijdens het bidden van het paternoster op de hostie te schouwen. Door Christus kan men namelijk de Vader aanspreken en kennen. Onze zaligmaker heeft namelijk bij het laatste avondmaal gesproken tot de apostel Filippus. Filippus, wie mij ziet, ziet de Vader. En daarom kijkt de priester bij het bidden van het Onze Vader, dat hij tot God de Vader richt, naar de hostie, naar Jezus, en ziet aldus op die manier de Vader. In tegenstelling tot het oosten, bidt of zingt de priester in het westen het Onze Vader, het Paternoster, alleen. De liturgisten menen daarin te herkennen dat Christus zijn Onze Vader aan de apostelen geleerd heeft, vooraleer zij het konden verder geven. Het tweede gebed van het communiegedeelte is het Libera. Dit gebed is een voortzetting van het Libera nos amalo van het Onze Vader. Men vraagt God dat hij ons mogen bevrijden van alle vroegere kwalen en kwaden welke ons sinds de zondeval achterna zitten en ons kwellen tot op de huidige dag, namelijk oorlog, dood, honger, ziekte en zo verder. We weten echter, en dat drukken wij ook uit in het gebed, dat wij niet zullen vrij zijn van lijden, van miserie. En daarom vragen wij nu ook al de kracht om al deze toekomstige lijden op christelijke wijze te kunnen dragen. Dit gebed kan dus een troost zijn in moeilijke omstandigheden. Zoals in vele andere smeekbeden vragen wij nu ook om de bijstand van de heiligen. Vermoedelijk werd de heilige Andreas ingevoerd door paus Gregorius de Grote om de kerkgemeenschap van Constantinopel, gesticht door deze apostel Andreas, een bepaalde welwillendheid te tonen. Beide kerken, die van Rome en die van Constantinopel, zijn broeders, net zoals Petrus en Andreas. Om aan te duiden dat alle vrede en orde op aarde voortkomt uit die ene vrede tussen God en de mensen, bewerkt door Christus' kruisoffer, maakt de priester nu een kruisteken met zijn patheen. Vanaf nu zal de vredesgedachte bijna in elk gebed van de Heilige Mis nog naar voren komen. De gedachte vrede onder de mensen dankzij vrede met God zal een hoogtepunt vinden in de vredekus tussen de aanwezige gelovigen en in de Heilige Communie. Daar, in de Heilige Communie, zullen wij door de profeten aangekondigde vredevorst in onze zielen ontvangen. De breking van een geconsacreerde hostie met dierbaren is zo oud als de misritus zelf. Daar men in de eerste eeuwen de heilige mis de naam meegaf de broodbreking. De broodbreking, de breking van de heilige hostie, liet diepe indrukken achter bij de gelovigen. Bewijzen vinden wij daarvan in de Heilige Schrift, bij de handelingen van de apostelen. De breking van de hostie had oorspronkelijk een praktische reden. Men diende de communie van de gelovigen voor te bereiden en genoeg stukken hostie te voorzien voor alle aanwezigen. Deze ritus toont ook aan, eigenlijk,
dat alle katholieken een eenheid in de liefde moeten bezitten, omdat ze deel hebben aan het ene brood, aan de ene hostie. In de breking van de hostie herkenden de liturgisten ook symbolisch een beeld voor de geweldzame marteling en de geweldzame dood van onze zaligmaker. Heel toepasselijk is het ook dat men de hostie breekt boven de kelk waarin het kostbaar bloed van Christus rust. Net zoals Christus' lichaam doorstoken werd en er bloed uitvloeide, zo wordt de hostie gebroken en men laat sacramenteel bloed uit de hostie in de kelk vloeien. Belangrijk te zeggen is dat Christus vandaag tijdens het heilig misoffer bij het breken van de hostie geen lijden meer ondervindt. Hij is namelijk in zijn verheerlijkte status aanwezig. De hostie wordt in drie delen gebroken. Eerst in een linker en in een rechterhelft. Van de linkerhelft wordt onderaan nog een klein deeltje weggebroken. Men heeft in deze drie delen symbolisch een beeld voor de drievuldigheid herkend. Of voor de drie delen van de Heilige Kerk. Het linkerdeel staat symbool voor de strijdende kerk op aarde. Het rechterdeel, dat voor de zieken werd bewaard in oude tijden, staat symbool voor de lijdende kerk van het vagevuur. In het kleine derde deeltje herkent men de triomferende kerk des hemels. Het wordt in de kelk verzonken en duidt de hereniging van lichaam en ziel, dus de verrijzenis van Christus aan. In antieke tijden werd dit laatste kleine deeltje soms voor een volgende heilige mis bewaard en men gebruikte het deeltje van de vorige mis in de huidige mis. Daarmede wilde men aantonen dat de heilige mis steeds het ene kruisoffer van Christus tegenwoordig stelt. Soms werd dit kleine partikeltje naar een andere kerk gezonden, om daar dan in de kelk te laten neerzinken, om aan te duiden dat alle kerken en alle christenen, katholieken, onderling in eenheid moeten zijn. Omdat de breking van de hostie met dierbaren oorspronkelijk in vele kleine deeltjes diende te geschieden voor de communie van de gelovigen, nam dit soms veel tijd in beslag. Daarom gaf de kerk de scholen al gauw de opdracht een lied te zingen. En dit werd het Agnus Dei. Het zou ingevoerd zijn onder paus Sergius in de 7e eeuw. In de 12e eeuw begon men bij de derde herhaling van het Agnus Dei niet meer het Miserere Nobis, maar het Dona Nobis Pacem te gebruiken. Op Winterdonderdag bestaat echter vandaag nog steeds het gebruik driemaal Miserere Nobis te behouden. Daar, in die nacht, waar Judas de zaligmaker zou verraden, de kerk eigenlijk geen vrede zou kennen. De vredeskus en het vredesgebed is een Duits gebruik uit de 11e eeuw. Het vormt het eerste eigenlijke communiegebed. Het richt zich aan God de Vader door Christus. We bidden om een innerlijke, bovennatuurlijke vrede. De priester vraagt God, vertrouwensvol, hem niet meer als een persoonlijke zondaar te beschouwen, maar wel als een plaatsvervanger van de kerk, van alle gelovige volk. In de plechtige hoogmissen kust daarop de priester het altaar, symbool voor Christus, om zijn eenheid met Christus uit te drukken. En daarop geeft hij met de woorden Pax Vobis, de vrede ze met u, een vredeskus, een omhelzing aan de diaken. De priester grijpt daarbij de diaken vast bij zijn schouders en de diaken opent zijn armen quasi om deze vredeswens te ontvangen.
De diaken geeft deze dan weer verder aan de subdiaken en deze geeft de vredeswens dan weer verder aan alle aanwezige clerici. We moeten onthouden dat de Heilige Mis het verzoeningsoffer is tussen God en de mensheid. Dit offer kan de Allerhoogste enkel maar aangenaam wezen als de christenen zelf niet in strijd zijn. Ons allen zijn de woorden van onze Heiland bekend. Als ge u aan het altaar herinnert dat een van uw broeders iets tegen u heeft, laat dan uw offergave aan het altaar achter. Verzoen u eerst met uw broeder en kom dan terug om te offeren. In vroegere tijden, mijn dierbaren, was het heel duidelijk dat enkel mannen aan mannen de vredeskus gaven en vrouwen aan vrouwen. Dit was praktisch ook gemakkelijk, daar beide geslachten een eigen zijde in het kerkschip bezaten. Naar het missaal van Paus Pius V is de vredeskus vandaag de dag onder de gelovigen niet meer in gebruik. Zij komt enkel nog maar voor onder de vorm van het paksbord bij begrafenismissen. In Christus beminnen, tenslotte, mogen de vandaag gehoorde verklaring van onze eerbiedwaardige Romeinse ritus van de Heilige Mis ons weer verwonderen en ons weer aanzetten om een grotere verering van de Heilige Mis te bezitten. Vragen wij aan onze Lieve Vrouw dat wij steeds dieper en dieper in het liturgisch voltrokken mysterie mogen indringen en de riten beter verstaan en er ook dagelijks mogen uit leven. En vragen we haar onbevlekt hart en steeds goed op de Heilige Communie voorbereid te zijn, met een goede voorbereiding, een vurige aanvaarding van Christus in de hostie en een dankzegging die gepast is. En vragen we haar dat wij altijd innigst met haar goddelijke Zoon mogen verenigd blijven. Sluiten we dit gebed al dus met een wees gegroet. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van je genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Heilige Paus Pius X, bid voor ons. Naar de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Zo, mijn dierbaren, dan nodig ik u uit nog voor de volgende keer aan deze conferenties deel te nemen. Het zal onze laatste conferentie over de Heilige Mis zijn. Ik wens u nog een zalige hoogdag van Sacramentsdag. Ik wens u nog Gods rijkste zegen toe en een mooie avond. Tot ziens.